caisse, on le buvait, on le buvait, on le buvait. Qu'à numéro 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce on le buvait, et le reste comme une échelle. Qu'est-ce on le buvait, on le buvait, on le buvait. Qu'à numéro 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce on le buvait, c'est tout à quel. Qu'est-ce on le buvait, on le buvait, on le buvait. Qu'à numéro 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce on le buvait, et le reste comme une échelle. Qu'est-ce on le buvait, on le buvait, on le buvait. Qu'à numéro 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce on le buvait, c'est tout à quel. Hartstikke goedenavond. Ja, ik zou eigenlijk geen goedenavond moeten zeggen. Er loopt een handje gehad van me. Nee. Wat heeft je ermee met dat handje, madame? Hij heeft één hand. In plaats van twee handen op één buik, zijn er drie handen op één buik. Ja, ik heb maar één op mijn buik nu voor het moment. Allee, proficiat, als je hier nu met nieuwe verkeersplannen tegenover gevonden hebt. Allee, proficiat. Je moet daarvoor een opletten. En een dubbele proficiat. Als je een parkeerplaatsje gevonden hebt, wat hij moet staan. Hoe sta je hier? Aan de hesfabriek zo dicht, hè? Je ziet je zeker over van noemen weg. Ja, het is weer een jaar geleden aan mij zitten, ze. We zijn weer een jaar ouder geworden. Dat ouder worden is niet, maar het is dat lelijk worden, hè. Als je lelijk ziet van bij je geboorte, dat is niet. Maar heb je nu de dag nog moet lelijk worden, dat is dan niet meer. Maar ik zie niet veel geen lelijke mensen meer. Doe het, kan er dat twee in de straten. Vrouw mens. Lelijk. En wie vindt? Nog veel lelijker. Je kunt bezig zijn dat er twee is die jongens moeten wegsmitten. Ik had de schone zin ook in het leven, hè. En zo weet ik van een secretaresje van een groot bedrijf die op een goede dag bij de directeur moet komen. Een schoonmeestje. Echt. Rond muultje, lang blond hoor. Goed van verzachtende omstandigheden. Altijd met een pullovertje aan een kemeloor. Ik had zien, de bulten zaten er nog in. Moest ze bij de directeur komen. De directeur zegt, luister, die vrouw, ik heb slecht nieuws voor jou. Mogen we er jou afdanken? Je kost je ons veel te veel geld. Ze zegt, maar van meneer de directeur, voor het ene hebben we me betaald. Je zegt, is dat niet het? Maar je zit te schoon, hè. Iedere keer dat je door de bureaus passeert, al die mannen hebben die in zitten te kijken naar je. Ze achtervolgen je. Dat zijn allemaal een minuten dat ze niet werken. Heb je weken zien dat deuren. Heb je jaren zien dat weken. En wie er moet aan betalen dat ze werken niet. Dat is te veel. Je zit te schoon, hè. Ze zegt, meneer de directeur, moet je bekentenissen doen, dat hier, zegt ze bijvoorbeeld, dat is vals. Ja, zegt de directeur, je wil zeggen wat hij wil. Ze zegt, nee, ik kan bewijzen, was zonder die pullover. En als je dat wij moesten dingetjes uit, dan zo. Ze zegt, voilà, kijk, platte taloren. Ze zegt, maak nu bluffen. Ze zegt, maar kijk, maar naar voorleggen aan de rood van mijn heer. Ga schoon naar je werk en we gaan kijken. Meestje, ga weg. De directeur kijkt dan zo naar die twee dingetjes. Al dol met ze volgens gebed doet, legt ze erbij en zegt, nou, doe dan maar je hoesten, je hebt lang genoeg zitten watertanden. Weet je, hinder van mensgeneters gesproken, dat de mensgeneters het liefst van al ministers eten. Omdat er daar veel zetvlees aan is. En weinig rekgrootte. En het is zocht vlees ook, want onder die minister worden zien uitgekokte. En dat is overal, dat is niet alleen in België, dat is ook in Holland uitgenomen. Van ja, de eerste minister van Holland of van acht. Moesten ze die bij de mensgeneter steken, ben je er paté zo van maken. Moesten ze hem afkoken, ze nog zuster de benen over hebben. Weet je dat Jolle nacht de 10 minuten tijd nodig had voor het vuil van zijn buk van zijn rekgrootte te trekken? Je is naar een receptie geweest, hè? Hier bij een baronesse, de kloeferdingen, de zedelhem of wat dan zo.
Ja, het was van hier en dan is direct gekomen. Is zelfs nog zijn kilometers weer betoald geweest. Wij komen ben. Hij pees in zijn eigen kon een keer Holland doen. Heb je dat ook gezien? Een Hollander die Holland doet. Je kijkt ons juist een olifant die daar voor die gecastreerd is. En fijn, kom Benny, even tot je op de neus van die gerimpelde vieje van die baronesse dan. Op de neus. Hij zegt, zo met een zwoere stem, vannacht. Waarop dat ander zegt, oké, woor en een lote. Zwief van de vrouw ook, jong. Bij ons in de stroten wil trainen onder de 6 kilo wezen. 106, je zult het moeten zien, het is een van die oude wasmachine van Hinterdeer. Jong, is er al een soutien, hè? Zie je dat ze geen soutien meer draagt? Is ze geen rimpel in de roze, zegt dat fel spans gewoon. Vroeger is ze er gedreven. Steek er een naar de waste. En ze zagen van binnen in de wasgerie en twee dagen later kreeg ze hem weer. Met een briefje erbij, madame was geen tenten. Ze is voor de emancipatie, hè. Ze hebben betogingen meegedaan met haar vriendinnen. Betogingen voor de abortus. Ze liepen allemaal met pakloten, plakoten. Waarop dat rep stond, wie er wel een kikin dodo, wie er wel een kikin dada. Ik stond dat ze zien ooit een verwachtingen grap. Mensen, zo verzekerd al de garagepoort in hun rust moeten. Ze hadden een negertje adopteren, heeft ze gezegd. En waarom zus een negertje? Maar zelfs je mocht dat ook even vergeten van te wassen. Het kan nooit wet worden van coleren. Hij is zeker dat de vader geen Hollander was. En zeggen dan er zoveel mensen zien die zo graag zo'n kindje hebben en die er niet aanraken. Ik ken zo'n koppel. Die moet dat met van alles gedaan. Ik zei tegen hen, zeg, waarom ga je niet naar een wonderdokter? Ze zeggen, oh, ik ben al een keer of vier geweest met mijn vent naar een wonderdokter. Ik zeg, maar je mag je vent niet meedoen, je moet alleen gewoon. En Engeland is dat opgevangen, hè, nu? Ze kweken ze nu in bussen. Als je negertje wilt, moet je stovenbussen meedoen. En hij wil dan een drieling raken, moet je riolen meedoen. Nee, we gaan dat nog beleven, dat er twee madams me koor tegenkomen op de stroten. En dat de ene madam zegt tegen dan, en hoe is het mijn klein kindetje? Dat de ander zegt, het is gebust. Ik vraag me nog waarom dan zijn er dan mee bezig. Er is toch materiaal genoeg voor dat anders te doen. Vrouw Voltoog het zelfs. Als je ziet hoe dan in de vlees tegenwoordig geambaleerd is. Ik heb vandaag nog gelezen dat de nieuwste bikini aan de Côte d'Azur is nu op de markt. Twee vingerhoeten en een kork. Behandel ik dat we vast levens nog aan moeten tegenkomen dat er door een opgevoer naar binnen komt in een boutique, en als ze zegt, zo wel de nieuwste moderne bikini aan. Dat de verkoopster zegt, en wat voor nummer van kork, hè, madame? Dat staat al hier nog eens aan eerst. Waar heb je de nieuwe mode gezien van de rotten? Oh, vrouw volk in homo's plat op zit, hè? Of wel van achter, maar als ze van achteren en ze knopjes. Stond zo een met zo'n rok aan te wachten achter de notenbus van Steenbrug hier op de markt. Te horen met een hele hoop andere mensen die er ook wel op raken op de bus. Komt een bus al met een keer af, begint ze te pezen. Oh, kan ik voor ze eens niet wit genoeg kunnen scharrelen voor op die notenbus te raken. Gaan ze een poortnopjes open doen, zo zeer een poortnopjes open. Ze kreeg door met een keer een wap, hup, en ze zet bij de chauffeur. Ze draait erom en die vent die achter haar staat, zegt ze, awa. Ik zeg, awa, moet ik vragen aan Jon, waarom doe je de knopen van mijn spriet open? Mijn vrouw legt als aan het ook in brug, hè? Met zijn schandjes. Ach, maar zeg wat hij wil. Ze lijkt zweeft eventjes. En ik wil zeggen, als Tessen van de Vlieger. Zes zijn we er, hè? Zessen. De antenne. Boetenatje. Blouzongstje. Hatje boven de aarde. Stutje met een kap. En pap met jammer.
Dat zijn hondjes. Brengen me vier zin. Heb ze me vrouwelijk als aan. Maar nu hebben we niet alleen een politiehonden, maar nu nog politiepoezen erbij. En dafte een kled, hè. Al de potjes gedacht, hè. Alleen pees ik dat ze maar zo'n grote entree staan. En ze moeten de weg expliceren aan een die in een auto zit. En bij hen moet ik het expliceren. Nou, wat die chauffeur kietende. Naar hen herkennen, onnozelen tut. En zie je de keer dat politiepoezetje dat ziet en dat de verzenuwen werd en dat ze zegt, je gaat die nou, hè. Zie je dat die chauffeur antwoordt, alle twee of hen, hè. Ja, maar, dat is verzekerd niet alles. Er komt zo horen ze trouwens ook, zei tegen mij. De chef van de dingen geroepen, van die vrouwelijke politieagent. En zei, luister, mogen ze zoveel mogelijk weghouden, hè, de man van de vrouwen, hè. Want ik ken mijn man, hè. Waar zat de chef van de vrouwelijke agent, moet er niet mee inzetten. Mijn meisjes zijn tolmoliers, hè. Ja, zegt de commissaris, maar ze mogen het wat dan ze willen, maar de mine gaat wel uit, hoor. En dat is waar ook. Surtout onder die judagenten zijn er nog vele die blende vinken durven pakken met hun blote hand, hè? En die jonge gastjes moeten van hier een donder doen, hè? Als ze zien lopen, dan heb ze gehoord met een radiootje op hun buik van het kinderuitje te luisteren. En dan herken ik je zo in de lucht omdat het de boord gemakkelijk er zo dof wooien. Je zou zeggen, ze komen van het lof met een vespers in haar zak, hè? Maar joh, hier ze. Ik heb me geloven zeggen, van die hele jonge zendjes, hè? Als ze de nacht moet doen, dan zullen ze er een trein meebrengen voor de spullen. Over dit komt een treintje binnen en dat zei hij. Zeg, dat is wel een spel, hè. Zo groot en zoveel mensen dan er rondlopen. Dat is nog slechter of katoentje vroeger. En ze gaan dan nu heel dat spel verwarmen met onze vulbak, hè. Om onze vulbak buiten te zetten, dan kunnen we zeggen, voilà, nog eens hebben komen voor dat zit. Ik ken dat geweest voor de Sepp en de Rulder van bezoeken. Was zo vreemd van een platrollen. Je ligt in kamer 56, 57 en 58. Was het eerst een beetje wachten in de wachtzalen. Zitten er twee vrouwen bij me, één in de ploosteren en één in verwachtingen. Zegt die in verwachtingen tegen die in de ploosteren, wat hij uitgestoten hè? Zegt dan onder een autobus gezeten. En hij? Ik onder de chauffeur, zegt dan. Jongens, ja, dat is ook wat met de werkloosheid tegenwoordig. Hè. Ik ken het middel van de werkloosheid op te lossen over heel de wereld. Als zal de vrouwen in Amerika steken en al de vinden in Europa, is de werkloosheid dat opgelost. Ja, als ik eens een schepenboom voor bij mijn koord te geraken. Uitgenomen bepaalde soorten van een die en neer, hè. Maar ik had er toch niet uit kwijt uit de die, hè. In Holland zijn er twee doppers geweest die weddingen gedaan en voor 100 gulden om te langst onder water blijven. Alle twee verzoken. In Italië zijn er ook veel doppers. Met een nieuwe poos, hè. Een pool. Weet niet of de Zuidpool of de Noordpool is, maar dat is een pool. En de onderpoos, dat is een Fransman. Soupap. Heb een dag in een nieuwe poos al de doppers van Rome bij mijn koor geroken op zijn plink. Die zegt, voilà, ik kan 1500 man afvaren, maar gaan een zak met plummen uitsmitten en al die plumtje op hem krijgt, is aanvaard. Ze smitten die zak met plummen uit, hij had al die doppers moeten zien stom blozen. Hoe is dat je prijs geweest van de zomer? Tante Mathilde en tante Celine en wat was met een boot, een croisière. Als ze de tweede dag op die boot zien, zien ze daarom met een vent met een kopie aan het open, gebonden met ringels en met sterren en wat weet ik allemaal. Zegt Mathilde tegen Celine, dat is verzekerd de kapitein. Houd, we gaan hem gaan vragen. Ze gaan er naartoe, zegt Mathilde, meneer, zie je zeker de kapitein? Nee, ik zeg een ander, ik zie een dekofficier. Waarop de Mathilde kijkt naar Celine en zegt, dat reisbureau van ons zit toch een polis gepeest, hè? Komt hij binnen in een reisbureau en zegt tegen de bediende, ik ga voor een weekend naar Parijs, hoeveel geld ze moeten meedoen? Oh, zegt ze, dus frank of 5 of 6. Ik zeg, ja, maar mijn vrouw gaat mee, hè? Oh, zegt ze, maar 2000 frank gaat dan toekomen. Wart in de spat is dat de kusten gewoon, hier in Blankenberg, met drink.
Stond op perron van de station met 4 valiezen. Ik zeg, op het moment dat ik deze vrouw Marie, maar nog moet de piano meedoen ook. Ik zeg, de piano, voor wat? Ik zeg, de ticketten van de trein liggen erop. Ja. Ze waren een dag te vroeg en ze moesten eerst in een ander hotelletje. S'nachts te 7 uur zitten in de bedden gerammeld. De boos van het hotel had hun lakens nodig voor de tafels te dekken. En toen zijn ze in een ander hotel gegaan. Ik zeg, nu wat steken dat? Maar als je kost de deuren. Als dat kieken zo vet geweest of te laten. En de wind zo woed of de boos. En de pataten zo zocht of de bellen van de serveuze in goed geweest. Heb een dag zit je te tutten op strangen. Hold maar zo in dommelingen. Omdat ik dus zijn ogen open. Hij roept naar madame. Zeg, madame, is dat jong klein die daarbij zijn me vast onder het zand te duwen? Zeg, nee, dat is de klein van mijn zuster. Mijn klein is weg, maar hij noemt dat de zee achter water is. Als je weer een keer zegt tegen hem, zeg, ja, eigenlijk zo'n schone ronde kaarten, is dat van een bek en pintjes? Ja, nee, is van 6 keer per dag mevrouw een luchtmatras op te blozen. Zijn vrouwen, dat is ook wat, hè, jong. Al is ze nog nooit naar een modeshow geweest. Nog nooit. In Blankenberg is ze nu alleen naar een modeshow geweest. Ze komt s'avonds binnen, waar ze zeggen, wat? En hoe worden de toiletten? Ze zegt, ik weet niet, kan die moeten gewoon. Maar ik zeg, ze zit er maar 4 aan de buitenkoe. Ze kan niet zeggen, like, ik kan zo'n vuur. En ik kan dat zeggen, nu. Kan zo'n vuur. Alle fuffe, alle fuffe. Kan nummer 1 en 2 en 3 en 4 en fuffe. Kan zolle fuffe en de rest kan me niet schel. Kan zolle fuffe, alle fuffe, alle fuffe. Kan nummer 1 en 2 en 3 en 4 en fuffe. Kan zolle fuffe, de stad dat wel. Flinkoors en bras gemokken. Verkopen spekken voor aan te lekken. En al die jamme spekkelek moet er bij smekken. Kan schum van scheten en een bellen. Kan echte muzestroontjes en kan karamellen. Ook cicletten en ik te kopen. Kender masseer, masseur en zoet en masseroop. Ik ken kalissiedrup en fine muzestroep. En van die lekstoppen die smelken in je mond. Verkopen spetten ik. Zien de spettenbakker. Vroeger word ik tapetier. Maar kan ik er wat tegengekomen en ik zie buiten gevlogen bij de boos. Ik had een hele kamer in tapieplein geleid. En ik kan gedoen ik zien dat er in het midden toch nog wel een bult is zeker. Zeggen, nou, ik heb mijn toebakzak vergeten en je zit er toch wel onder, zeker, zeg. En ik ga nog niet heel die boel niet uitbreken, ik ga dat plat stampen, hè. En ik moet stampen, 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 stampen. Komt die madame van dat u zo met ik ben, zegt ze, meneer, hè. Jij hebt een toebakzak achtergelaten in de keuken, ik heb hem gevonden. Maar hij niet even mijn kattenjong te zien. Ik zie de lieveling van die jongens, ik, met de spaan. Ze vertellen alles aan mij. Dacht de kleine over dit, hij zei, wie er slapen thuis allemaal in de bedden apart. Mijn zuster papa die bij mama slaapt. Ik zei, nou wat doe je papa? Hij zei, mijn papa is chef de bureau op het ministerie. En mijn mama werkt. Karamels, muzestroontjes, nennebellen, lekstokken, flinkors en brusgemokken. Verkopen spekken, voor aan te lekken, en al die jamme spekkelek moet er bij smekken. Kan schum van scheten en nennebellen, kan echte muzestroonden en kan karamellen, ook cicletten.
lekken. En ik te kopen, kan er masseer, masseur en zo de masseer roepen. En kan al die sidrup en fine muzes troep. En van die lakstokken die smolken in je mond. De ene doet de lusters, de andere de wc's. Je trok en vols getanden, soutiens en corsets. Ze doen in schoenen en kussen, tapieten of een win. Maar ik zie zo gelukkig dat ik spekken wakker zien. Verkopen spekken, maar dat lekker. En al die jappen spekken, lekker moet er niet spekken. Ik heb schoen van schieten en de nabellen. Ik heb echte muzen, strootjes en ik heb karamellen. Ook cicaletten en ik te kopen. Ik heb er messen en messen en zoet en messen roepen. Ik heb kalisie drup en fine muzen stroot. En van die lekstokken die smaken in je mond. Het is van hier tot vandaag.